Sinds enkele maanden heeft een aantal banken restricties ingevoerd voor het opnemen van contante middelen, zoals de US-dollars. Ook worden euro's beperkt geaccepteerd. Dat zegt de voorzitter van de bankiersvereniging, tevens directeur van de FINA-bank, Eblijn Franchi. We spraken hem naar aanleiding van klachten vanuit de burgerij, in de media en op het internet over de opname van contante US-biljetten en girale overmakingen. Franchi legt uit dat sinds de geldzending vanuit Suriname vorig jaar door de Nederlandse justitie is tegengehouden, er geen geldtransporten meer plaatsvinden. Vonden er exporten plaats van overtollige euro's uit het systeem? Die werden dan gegeneraliseerd op onze Nostro-accounts in het buitenland. En we importeerden US-dollars in Suriname, omdat de vraag naar US-dollars, met name de goudsector, in de goudsector heel groot is. Sinds de geldzending vinden er geen nog exporten, nog importen plaats. Waardoor, terwijl de vraag in Suriname naar US-dollars groot blijft en de, het aanbod van euro's ook groot is. Banken hebben daarom restricties voor de euro's ingevoerd. En dat is bij het accepteren van euro's. Tegelijkertijd hebben we restricties successievelijk ingevoerd voor het lichten van US-dollars, van cash US-dollars. Hetgeen niet wil betekenen dat de klant niet over zijn middelen mag beschikken, want de klant kan ongelimiteerd over al zijn US-dollars en al zijn euro-middelen beschikken, maar dan wel elektronisch. Dus nationale, internationale, girale, elektronische betalingen kunnen ongelimiteerd plaatsvinden. Bank-to-bank transactions, lokaal bank-to-bank transactions, internationaal vinden ongelimiteerd plaats. Er worden grote bedragen. Verkeer gaat gewoon door als regulier. Maar eigenlijk zit een beetje spanning dus in de contante opnames. Franchi geeft verder aan dat Suriname zich wel heeft gecommitteerd aan de regels van de Financial Action Task Force en wel de Caribische tak daarvan. Deze organisatie is een onafhankelijk lichaam dat beleid ontwikkelt om het witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Daarom worden er steeds risk-based audits of controles uitgevoerd op producten en diensten, zegt Franchi. Op je hele organisatie. En een van de hoogrisicotransacties zijn ook contante betalingen. Dus banken zijn in een proces ook om contante middelen, contante transacties te destimuleren. Want contante transacties worden zowel internationaal gezien als hoogrisicotransacties. En nogmaals, wat we wel stimuleren zijn de girale, de elektronische transacties, omdat die vrij transparant zijn, die zijn te traceren. Dus die stimuleren we wel. En daar kunnen de klanten ongelimiteerd ten laste van hun bankrekeningen hier gelden overmaken. Het heeft niets te maken met nog het ontslag, nog de benoeming van de nieuwe governor. De beperkte beschikbaarheid van US-dollars en de overschot aan euro's zijn iets van jaar en dag. Maar alleen hadden we vroeger de transporten. De transporten zijn vorig jaar stopgezet. Maar tegelijkertijd, de CFATF-audit, die zijn we nu in. De centrale bank doet on-site inspecties bij banken en geeft ons aanbevelingen voor wat betreft de gaps. En die gaps moeten we dus goed gaan invullen. Tot zover Eblijn Franchi, voorzitter van de Bankiersvereniging Suriname. Hij geeft aan dat de vereniging met een campagne zal starten om de burgerij goed te informeren over de maatregelen van de banken in zaken het lichten en storten van valuta. Het volledige interview wordt vanavond om 21:30 uitgezonden in een extra aflevering van In Gesprek Met op kanaal 12.2.